En ik heet u hartelijk welkom op deze 25e herdenking alweer hier op het Homo-monument. Het monument van trots. Dat is de eerste keer dat je op het Homo-monument 4 mei dodenherdenking hebt ervaren, als dat het goede woord is? Ja, dat klopt. Want ik ben eigenlijk altijd, als ik in Nederland ben, in de kerk op de Dam. En nu voor het eerst hier. Ja. Hoe is het op je overgekomen? Ik vond het erg stemmig. En ik, daar in de nieuwe kerk op de Dam, daar is een hele grote groep mensen. En ja, dan voel je het eigenlijk veel minder dan hier. Ik vond het heel erg indrukwekkend. Nou wordt er gezegd, ik memoreerde dat ze pas al, het mag wel wat minder bloemen. Maar het is ons niet gelukt. Mensen willen toch allemaal hun bloemen komen brengen, ook individueel. Wat betekent dat? Wat voor signaal gaat daarvan uit, denk jij? Nou, ten eerste begrijp ik de kritiek niet van er mogen best minder bloemen komen. Want bloemen zijn mooi en als mensen bloemen mee willen nemen, dan is dat prima, toch? Ja, dus ik heb daar eigenlijk niet zoveel over te zeggen wat dat betekent. Ik vind het gewoon prima als mensen dat eerbetoon willen geven. En dat druk je uit door bloemen neer te leggen. Dat is een prachtig gebaar. Dus wat mij betreft blijft dat zo. Je kreeg als toegift op jouw toespraak stukje Rachmaninov. Ja, prachtig. Ik was erg ontroerd door die muziek. En ook te weten dat dat mooie Rusland, waar zoveel belangrijke homo's prachtige dingen deden, als schrijvers, maar ook als muzici of als componisten. En dat dan dat huidige Rusland zelfs het spreken over homoseksualiteit in het openbaar verbiedt. Dat is zo treurig. Dus ik vond dat extra mooi dat het ook meteen naar mijn toespraak kwam. Wat ging er door je heen bij de 2 minuten stilte? De slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog, de minderheden die op zijn gepakt en tegelijkertijd ook het heden. Wat Boris Dietrich ook mooi verwoordde, de Oekraïne nu, Rusland, maar ook landen in Afrika. En het blijft toch heel belangrijk om gewoon voor je eigen gevoel uit te komen en lekker jezelf te zijn. Dodenherdenking, dat is volgens mij een heel belangrijk moment in het jaar waarin we de doden uit de Tweede Wereldoorlog en daarna herdenken. Hier op deze plek betekent dat ook veel voor mij. En ik vond dat Boris Dietrich dat heel mooi verwoordde in zijn toespraak, waar het ging over verbondenheid met onderdrukte, zwaar onderdrukte homo's en lesbiennes en transgenders in de wereld. En dat we daar eigenlijk onszelf hier heel erg gelukkig mogen prijzen. Hoe vond je de herdenking aan zich? Nou, ik was heel erg blij, dat heeft ook weer met mijn Duitse achtergrond te maken natuurlijk, dat er geen bevelen meer geschreeuwd werden zoals in het verleden. Dat was iets wat, kijk, wij zijn natuurlijk zo ontzettend antimilitaristisch opgevoed en hier wordt bij leger natuurlijk ook aan bevrijdingsleger enzovoort gedacht. Maar elk jaar als dan die bevelen door die microfoon klinkt, dan kromp ik helemaal in elkaar omdat ik zoiets had van, we zijn hier de doden van een oorlog aan te denken en dan worden militaire bevelen geschreeuwd en gesalueerd. Herdenken is voor mij iets wat vooral slaat op het heden. Dus eigenlijk is het meer kijken naar wat gebeurt er in de rest van de wereld. Ik heb veel vrienden in het buitenland, een aantal in bijvoorbeeld Moskou, die het liefst morgen deze kant op zouden verhuizen. En als je realiseert hoe mensen in dat soort van landen, dus 3 uur vliegen verderop, hè, hoe die moeten overleven feitelijk. En hoe wij dan hier met z'n allen in alle vrijheid onze homoseksualiteit kunnen vieren. Want dat is eigenlijk wat we elke keer doen. Of het nou een dodenherdenking is, een Roze Westenfestival, een Gay Pride of wat dan ook. Het is het vieren van onze homoseksualiteit. Ja. En wat vond je dan van de uitspraak dat de toekomst van Boris Dietrich, de toekomst ligt in ons en voor ons? Dat vond ik een hele goeie. Want ik denk in heel veel mensen zeggen van, nou ja, iemand anders doet het of dat doen we morgen of het zal wel en je weet het niet met de toekomst, maar je maakt zelf die toekomst en dat kunnen we met z'n allen doen. En ik weet, nou zo oud ben ik ook weer niet, maar in mijn leeftijd heb ik heel veel veranderingen gezien. Ja, ik vind het wel heel belangrijk om daarbij aanwezig te zijn en ook alle te gedenken die in de oorlog zijn omgekomen. Ja. En met name aan de roze kant. Ja. Ja. Wat vond u van de toespraken vanavond gehouden? Ik vond het heel krachtig. Ja. Ja, van beide partijen vond ik het inderdaad heel krachtig. Mooie onderwerpen die aangehaald werden. Ja, indrukwekkend.
het viel mij op dat we in kleine getallen hier aanwezig zijn. En dat het voor de zichtbaarheid, maar ook voor het bewustzijn, dat wij wat wij hier vandaag eigenlijk herdenken, namelijk ook in die vorm het verzet wat er is geweest, wat vandaag de dag nog speelt op allerlei manieren in allerlei landen, dat het best wel bewuster mogen meemaken, zeker ook vanuit onze achterbaan. Voor mij is het de eerste keer en ik vond het echt voortreffelijk. Ja. Hartstikke goed dat dit er is. Ja. Wat is blijven kleven op dit moment? Nou ja, toch de mensen die zo aandachtig allemaal luisteren en stil zijn, heel belangrijk. En dan al de kransen die gelegd worden, veel bloemen die zijn gelegd, dat viel me op. Heel veel bloemen van mensen die toch persoonlijk nog een roos neerleggen op het laatst. En het heeft nu echt ook grond gekregen. Ik bedoel, het verhaal wat Boris vandaag hield over de laatste woorden van Willem Arandees. Ik wilde laten zien dat ook homoseksuelen moed hebben. Ja, dat is echt gewoon inspirerend. En ook treffend in de zin van dat je denkt van ja, zie je wel. Heel goed om hierbij stil te staan. En aan de kracht die wij hieraan ontlenen, aan deze ceremonie, aan deze plek. Ik wil bijna zeggen dat dit een heilige plek is.